We are the coordinator of the Resilient Project, and from a practical point of view, we are responsible for the activity of design of the new services and for the field trial that we will conduct next year. Wat we proberen op te lossen is dat mensen met mild cognitive impairment langer thuis kunnen blijven wonen door middel van ondersteuning van het zelfmanagement. In Resilient Project we have four countries: Italy, Switzerland, Netherlands and Canada. The role of the solution may be quite different in the four countries, because in each country the people with cognitive impairment receive different kind of cures and have different engagement by the healthcare system. De Koban is een tablet die we oorspronkelijk hebben ontwikkeld voor ouderen, maar eigenlijk zie je dat het door is ontwikkeld in een tablet voor mensen die het lastig vinden om met een gewone computer of tablet te werken. Onze rol in het Resilience project is dat wij de Koban als basis leveren en bovenop de Koban worden additionele diensten ontwikkeld. Een concreet voorbeeld is dan bijvoorbeeld ondersteuning bij de voeding, goed eten en op tijd eten, goed en op tijd bewegen bijvoorbeeld, dat gestimuleerd wordt door middel van specifieke apps en dat niet meer hoeft te gebeuren door zorgprofessionals. Als we dat binnen Resilient samen ontwikkelen, kunnen we dat daarna in Nederland integreren in de Koban die we nu al aanbieden aan mensen. There is a real need of this kind of solution, because people with mild impairment don't receive so much services from the public healthcare system. So every solution that can support them is probably will be really well accepted by the end user.